Allereerst feliciteer ik alle VHP'ers die zich recentelijk hebben aangesloten bij de VHP zonder angst om mederenner te zijn van ons land Suriname. Yeah. Jongeren, vandaag wil ik via dit podium waar ik vandaag sta met u praten. Hoe Artibum waarover ik het zal hebben nu. Er is vlak hier aan de Canadastraat een mulo-school. Het moment dat het even regent, loopt het onder water. Leerlingen die daar naar school moeten gaan, ondervinden last. Ze kunnen niet naar school, of als het tijdens de schooluur heeft geregeld, kunnen ze niet naar huis. Hoe moeten we deze leerlingen dan accommoderen? 9 jaren lang hebben ze nog steeds geen verandering kunnen brengen. Wanneer gaan ze dit probleem oplossen? Wel, ik zeg ze één ding. Als ze nu kunnen, laten zich aansluiten bij de VHP. We hebben die koning. We gaan ze leren hoe ze die oplossing moeten brengen. En wij hebben al die kennis. De jeugd is erg belangrijk. Hun ontwikkeling en ontplooiingskansen moeten ondersteund en beschermd worden. En ja, in die groep zitten die echte leiders die straks in de VHP gaan zitten in het bestuur om het land vooruit te brengen. De jongeren worden geconfronteerd met heel veel problemen. Namelijk misleiding. Wel, want peperen in Facebook, maar als aan de faya. Je weet precies waarover ik het heb. Er wordt heel veel verkeerde informatie naar u gestuurd. Neem deze informatie, bestudeer het goed en kijk waar welke partij en van welke kant uit de misleiding komt. Volg goed wat de activiteiten zijn van de VHP en de boodschap van de VHP. We kennen een heleboel zaken die beloofd werden. Diepzeehaven, flyover, universiteit, de Brokopondo, Wanica, 18.000 woningen. Daar bent u ook misleid van geworden. We zullen hard moeten werken, jongeren. In plaats van showprojecten moeten we productieprojecten in ons land hebben om zelf geld te genereren en onze eigen ontwikkeling zelf te brengen zonder ontwikkeling of leningen van het buitenland. En nog iets. We hebben een president nodig die niet van het buitenland komt aandansen met een paar miljoenen lening. Nee, we hebben een president nodig. Onze leider die hier voorop op de voorste rij staat. Die van naar het buitenland gaat en terug gaat komen met afzetmarkten, ondernemerschap in Suriname voor de jongeren en jong ondernemerschap te stimuleren. Jongeren, we zullen hard moeten werken. We zullen af moeten komen van het imago van een land als met bedelkom in handen. Wij moeten niet in het buitenland gaan bedelen. De VHP is redder van Suriname op dit moment. Vandaar Red Suriname. Yeah. U moet trots zijn om deel uit te maken van deze beweging. Ik roep u daarom, vooral de jongeren op, om de toekomst in uw handen te nemen. Om mederedder te zijn van Suriname, om de Oranje Beweging te ondersteunen en de strijd te blijven leveren voor een harmonieuze Surinaamse samenleving waar wij vrij als één familie kunnen leven en wonen. Dit kunnen we alleen bereiken door een goed bestuur. En dat is ook te zien in de VHP door alle projecten die op dit moment gedaan worden om heel veel ondernemers, met in het bijzonder de Marcusa project, te ondersteunen. Ik ga afsluiten, mensen. U bent hier bij de VHP. Mobiliseer alle andere mensen, alle vrienden van u die er zijn. In het bijzonder de jongeren. Praat op school met ze. Praat op straat met ze. Ga voetballen. Ga naar TBL. Praat met alle jongeren. Laten ze zich aansluiten bij de VHP. Ik dank u. Mijn naam is Terent Hakkoer en ik wens u een fijne avond verder.